bespreekt met de aanvaller van GVVV. Jeremy, een prachtige overwinning. Hoe kwamen jullie, nou ja, laten we beginnen in die tweede helft, want hoe kwamen jullie die kleedkamer uit, joh? Ja, we hadden de eerste helft moeilijk. Zij hadden veel de bal. Zij drukte ons eigenlijk naar achteren en toen, in de tweede helft hebben we het anders neergezet. En zag je dat we snel op een voorsprong kwamen. Ja, en toen werden wij in het zalen geholpen. Ja, want inderdaad, gewoon als je binnen 3 minuten in die tweede helft op 1-0 staat, dan denk je, hey, dit kan. Dan gaat het geloof gaat weer groeien. En bij Kozakken Boys gaat het iets omlaag, want zij waren in de eerste helft een stukje beter. In de tweede helft hebben we het recht gezet en hebben we 2-1 eruit gehaald. En nou is die tweede plaats ineens weer heel dichtbij, hè? Ja, volgens mij staan ze nu op 2 punten. Moeten ze nog wel een wedstrijd inhalen. Maar wij gaan gewoon vol voor de tweede of zelfs nog voor de eerste plek. Ik weet niet wat Katwijk heeft gedaan. Ja, die hebben wel gewonnen. Oh, helaas. Maar in ieder geval, we willen zo hoog mogelijk eindigen. En dat is vandaag een mooie slag geslagen. En dan win je hier op Panhuis van Kozakken Boys en van Katwijk. 2 titelkandidaten. En zelf sta je op plek 3. Wat doet dat dan met je? Ja, zonde eigenlijk. Want je verliest gewoon de nummer 1. Je verslaat gewoon de nummer 1 en 2. En dat is gewoon een teken dat wij eigenlijk ook om het kampioenschap altijd mee moeten voetballen. Dat doen we niet. Hebben we tegen de kleins laten liggen. Maar het is wel een mooi... we zeggen dat, mooi compliment. Dankjewel. En geniet ervan, hè? Ja, we gaan.